en welkom bij deze unboxing en testing van de Koh-i-Noor Hardmood Magic Pencils. Ik heb deze gesponsord gekregen door Koh-i-Noor en dan in samenwerking met Crea Art in Apeldoorn. Dus mijn dank hiervoor, want ik kan nu deze eens mooi uittesten. En het allereerste wat me opvalt is dat de doos zelf in een foedraal komt, dus zo'n kartonnetje. En hier zie je het nummer, dus dan weet je zeker dat je een echt product hebt. Dus niet een of ander nep product. Dus we halen hem er eens uit. En het eerste wat ik zie is dat hij in een mooie harde metalen box zit. Lekker stevig. Prachtige print erop. En hij zegt hier ook 23 plus 1. En die plus 1 slaat op nummertje 1. Dat is de burner. Daar zitten niet echt kleurtjes in. Vandaar dat ze dat, denk ik, de 23 plus 1 hebben genoemd. Wat opvalt, ze gebruiken verantwoord hout. En ze geven al aan dat de potloden driehoekig zijn. En dan een doorsnede van 5,6 mm. Dus vrij dikke potloden. We zullen ze omdraaien. Dit is ook heel leuk, vind ik, om te zien. Ze hebben al die kleurtjes een naam gegeven. Fizzy, Orange Gate, Pomegranate, Puppy Flower, enzovoort, enzovoort. Dus dat is ook wel leuk om te zien. Verder hier geen tips, wel goede omschrijvingen. Je ziet hier wat voorbeeldtekeningen. Erg mooi. Dan gaan we eens eventjes hem openmaken. Dus we leggen die eventjes aan de kant. En dan zie ik dat er uiteraard een guarantee in zit. Ook heel mooi. Dus stel je hebt een keer een potlood ertussen waar harde stukjes in zitten, waardoor je papier kapot gaat of wat dan ook. Dan kun je altijd beroep doen op Koh-i-Noor zelf en dan krijg je een nieuwe. En hier zie ik een foldertje. Even kijken hoor. Engels, Duits, Russisch, Est en Tsjechisch. Koh-i-Noor komt uit Tsjechië. Geen Nederlands helaas, maar goed, wel Engels. Dus daar staat een omschrijving van een beetje met tips hoe je ermee kan werken. Maar goed, uiteindelijk moet je er natuurlijk zelf mee aan de gang. Dus dat vinden we zelf ook wel uit. Maar het is altijd wel leuk om eventjes wat goede tips te krijgen. Verder hier hun website. Dus mooi. Ik zie hier een arrangement van 24 prachtige kleuren. Ook de potloden zelf zien er heel leuk uit. Ze hebben in ieder, zeg maar, pigmentstaafje van binnen hebben ze meerdere kleurtjes gedaan van ieder. Triangled, zeggen ze. Nou, laten we er eens een pakken. En inderdaad, ze zijn driehoekig. Apart. En verder mooi. Ook allemaal netjes genummerd. Dus mocht je er eentje die helemaal op is op een gegeven moment, dan hoef je niet een hele nieuwe box te kopen. Maar dan kun je dus die ene of die paar die het hardste gaan, die kun je dan bijbestellen. Die doos, dat vind ik ook wel. Dit is de deksel. Oh, weg jij. Dit is de deksel en die zit gewoon los. Los van de box. En dat vind ik erg prettig. Want je hebt ook van die dozen die dus een scharnier hebben. Maar die nemen erg veel plek in. Ik vind dit fijn, want dan kun je het deksel gewoon eronder doen. Raak je hem niet kwijt. En als je dan tekent, heb je niet zoveel ruimte. Neemt het niet zoveel ruimte in beslag. We gaan er eens mee aan het werk. Het eerste wat ik altijd doe, dat is als ik een nieuwe box met potloden heb, is helemaal naar mijn eigen hand zetten. En ik weet niet of jullie altijd met puntenslijper slijpen. Ik persoonlijk niet. Het enige wat ik slijp met de puntenslijper is mijn Koh-i-Noor Hardmood gumpotlood. En daar gebruik ik een heel goed puntenslijpertje voor van 35 cent. En dan slijp ik dus mijn gumpotlood. Simpel zat. Hup. Weg ermee. En dan heb ik altijd een scherpe gum bij de hand. Deze potloden, de Magic Pencils, die zijn allereerst natuurlijk driehoekig.
En ik heb puntslijpers met een kleinere en een grotere. Dus een klein openingetje en een dikke opening. Maar je ziet het al, zelfs de dikke opening gaat niet werken. Dus ik denk wel dat ze speciale puntenslijpers hebben voor deze potloden. Maar omdat ik sowieso altijd slijp met een heel scherp mes, ga ik ze eerst allemaal in mijn vorm zetten. Dus jullie aan de kant. Wat ik doe als ik slijp, is ik beweeg eigenlijk mijn hand. Het is heel een beetje taaiig hout, merk ik al. En dan ga ik dus eerst zorgen dat ik wat van dat hout weghaal. Zodat ik een best wel eind van dat binnenste, de lat of de core noemen ze dat, binnenkant van het potlood zelf vrij heb. Dus zorg dat je eerst hier vandaan het hout weghaalt. En dan langzaam kun je dus naar het pigment zelf toe. Wat je dan alleen nog maar hoeft te doen, is die punt dus helemaal naar een heel scherp puntje toeslijpen. En dit red je met geen enkele puntenslijper zo mooi. Alleen maar met een super scherp mesje. Dit is 1. Nog 23 te gaan. En hier zie je dus al mijn slijpseltjes. En dit is het resultaat. Alle 24 helemaal met een lange punt. Je kunt ook heel mooi dus al die kleurtjes zien die daar binnenin zitten. Dan is het tijd om te gaan testen. En hier zie je mijn folia witte tekenpapier. Dat is een vrij hard, lekker tekenpapier. En ik heb dus al die kleurtjes, 24 blokjes gemaakt. Om het eens een beetje uit te proberen hoe het voelt. En wat me ook opviel is dat er een reden is dat ik denk dat ze die potloden driehoekig hebben gemaakt. Kijk, als je een vlak inkleurt, kun je hem één slag draaien. En wat je al ziet, is dat dus een ander stukje pigment vrijkomt. Dus je krijgt kleurverschillen. En hier is Mercy, die komt ook even meekijken. Dus dat is denk ik de reden waarom ze dus die potloden driehoekig hebben gemaakt. Je kunt ze draaien en je kunt natuurlijk ook kruiswaarts gaan arceren. En dan is mooi zien wat voor kleuren er allemaal in die potloden zitten. Je ziet, ze zijn echt driehoekig. Dus dat is het witte papier. Toen ging ik door naar mijn Canson grijze pastelpapier. En dat Canson, dat pastelpapier, geeft weer een heel ander effect dan het witte papier. Maar ik vond het wel heel erg mooi. Ik heb ook, ik zal er eens een pakken en laten zien wat het doet. Ik heb hier de groenige gele gepakt. Dan geef ik hem weer een slagdraaitje. En dan zie je dus hoe die pigmenten daarin verwerkt zitten. Het geeft een heel mooi glooiend effect. En je ziet dat dit een opbouw is van lichtgroen, geel en een beetje blauw. Toen ging ik ook nog een beetje van die handletteren, ik ben er niet zo goed in. Maar daar is het ook heel erg leuk voor, vind ik. En ik tekende een paar bollen. Gewoon om eens te kijken wat het allemaal doet. En dat combineerde ik dus met wit pastelpotlood. Is erg fraai. En wat ze ook hebben van Koh-i-Noor, dat zijn deze. Die zitten niet in die box. Die zijn ook zeshoekig meer of vijfhoekig. Maar die hebben dus een beetje tegenstrijdige kleuren. Zoals je ziet. Deze heeft bijvoorbeeld blauw, wit en rood.
in het pigment zitten. In de kern. Dus dat, ook weer heel grappig. Dus die heb ik er ook bij gehaald. Extra. En je ziet hoe fel die kleuren zijn. En als je dan wit pastelpotlood neemt. En je brengt dat aan op gekleurd papier. Dan zul je zien dat die kleuren nog feller eruit komen. Dat witte pastel is prima als onderlaag en mengt zich heel erg mooi met de pigmentjes in het vettige kleurpotlood. Andersom lukt niet, dus als je papier eenmaal vet is, dan kun je daar niet meer met pastel overheen. Maar andersom kan dat dus helemaal prima. En kijk eens hoe mooi en wat een verschil het is of je een witte onderlaag maakt of geen onderlaag. En hier zie je mijn handlenteboek. Het is nog helemaal leeg. Ik probeer dat af en toe eens. Maar ik maakte ook een zeepbel. Dus met dat witte pigment van het pastelpotlood. En dan ieder soort pastelpotlood is prima trouwens. En dan met die Kohinoor Magic Pencils daar overheen. Erg leuk om te doen. Ook voor de mensen die van handletteren houden. Super spul. En check deze eens. Dit is dan op zwart canson pastelpapier. En daar ging ik dus ook die kleuren op uitproberen. En kijk eens hoe die eruit knallen gewoon. Hier tekende ik een Japanse vechtvis. Ook als klein oefeningetje. Ik hoop die volgende week eens wat groter uit te proberen voor jullie. En daar een tutorial van te maken. En ook weer met dat onderlaagje van witte pastel. En hier tekende ik een kwal. Een jellyfish. En dat zijn hele mooie, simpele vormen om je tekenmateriaal uit te testen. Dus ik zal hier een versnelde demonstratie van maken. Dus wit pastelpotlood gecombineerd met die Kohinoor Magic Pencils. Er is een reden waarom ik koos voor een kwal. Want je kunt dan namelijk of met wit gewoon kleurpotlood of met dat witte pastel hele eenvoudige vormen maken. Ik kies voor het witte pastel. Dat is nog witter dan wit kleurpotlood. En wat ik eerst deed, dat is dus een, zeg maar die kop van die kwal intekenen. Dus een beetje een bolvorm. Zeg maar dat licht dan van boven komt. En dan heb je dus die bolling van de bovenkant van die kwal. En dan ook al die tentakels die je dan helemaal naar beneden kan uittekenen. Dus ik leg eigenlijk meer een onderlaagje van pastel. En daar overheen kan ik dan heel mooi die potloden gaan uitproberen. Dus je hebt een grote bol. Je hebt lijnen. En je kunt ook, daar gaat de kat weer. En je kan ook wat kwallen in de verte tekenen. Dus die dan bijvoorbeeld wat waziger zijn. Dus eigenlijk een ideale vorm voor het uitproberen van nieuw tekenmateriaal. En dus niet alleen puur maar voor magic pencils, maar voor ieder soort materiaal wat je eventueel aanschaft in de toekomst. Teken ook wat punten erin en een beetje een wateroppervlak bijvoorbeeld. Wat je natuurlijk ook kan doen is met de blenderstick of de doezelaar. Even wat kwallen in de verte wat uitwazen. En dan kun je dus je materiaal gaan testen. Je kunt het wit natuurlijk ook weglaten. Het is niet verplicht om wit pastel eronder te zetten. Maar het brengt wel ontzettend mooi die kleuren naar buiten. En je kunt dus zacht drukken. Je kunt harder drukken. En op mijn Patreon pagina zal ik hier de real-time versie natuurlijk van uploaden. Maar het is dus puur een testtekening. Niet eens heel mooi.
maar vooral een ideale vorm en dier om nieuw materiaal uit te proberen. Ook nog een extra tip, die magic pencils zijn natuurlijk ook perfect te combineren met kleurpotloden die je eventueel al hebt. Ik gebruik hier een beetje zwart om de doorzichtigheid een beetje te benaderen. En dit is mijn Kohinoor gunpotlood, dus dan kun je weer belletjes, zwarte belletjes in de zee bijvoorbeeld uittekenen. Dus combineer lekker. En nou ja, papier is zwart kan zon, pastelpapier. En ik zal nog meer soorten gaan uitproberen. En eens kijken wat ik voor volgende week voor jullie kan uploaden. Met deze leuke potloden. Dus ik zou zeggen tot volgende week vrijdag. Ik hoop dat jullie dit een goede unboxing vonden. Geef hem dan een dikke duim omhoog. Vergeet je niet te abonneren en tot de volgende tekenles.